Had je toen al Boetieclub als naam? Nee, dat was Boetiecamp. Echt meest, nou ja, uh, afgrijzelijke naam, als je me vraagt nu vraagt. Weet je nu? Ja, omdat het, het, het ligt er zo dik bovenop. Hm. Boetieclub nog steeds, maar dat hebben we ook, zeg maar, gerebrand. Op een met een gegeven BTI moment kan je met, de, zeg maar, de DTI de, de CLB. En het was eigenlijk de bedoeling ook dat je het zo uit ging spreken, maar dat doet natuurlijk niemand. <laughs> maar uh, wat we, hoe ze wel eens een keer te plat? Heel plat, ja. Ja, ik vind het wel heel plat. En Bootycamp. Ja, ik bedoel, je doet een leuk soort van aftreksel van bootcamp. maar het is, het is zo, zeg, zeg maar, stap één in het creatieve proces. Maar ik dacht, nou, Bootycamp, prima. En het werkte, dus ik kreeg heel veel meiden... die gewoon iedere keer weer terugkwamen. En op een gegeven moment kwam de... Was het um, liep een beetje einde zomer, herfst. Toen dacht ik, ja, nou moet ik weer in al die parken gaan staan. in die, Daar heb ik gewoon echt geen zin in. Maar ik had geen geld om uh, echt een ruimte te gaan huren... Nee. Het was geen optie. Had misschien wel een optie geweest toen, maar dat, dat risico vond ik te groot. Mm. En toen kwam ik eigenlijk. Ik reed in de auto naar mijn opa en oma, zo heel random. En ineens kwam in mijn hoofd van nachtclubs. Die clubs die zijn er, die worden op maandag, dinsdag, woensdag. Zijn de meest populaire uh, dagen en tijden om te trainen, worden die niet gebruikt. Je hebt een muziekinstallatie, je, hebt, je kan een lichtshow doen. Of nou ja, niet iedere club heeft echt een lichtshow. Maar mm. je, hebt, um, je hebt licht wat je kan gebruiken. En het staat leeg. Enige zie je. En dat is natuurlijk wel echt een uh, ja. dingetje. Dus toen ben ik um, met de Jimmy Who, wat echt een paar jaar daarvoor is, echt mijn tweede, mijn tweede huis. En in mijn wilde periode. Dus ik ben met die managers gaan zitten. En ik heb mijn idee voorgelegd. En ik wist dat zij. Kijk, iedere nachtclub wil heel graag vrouwen binnen hebben tijdens een clubavonden. En ik dacht, ja, als ik het nou zo breng dat, dat ik ook met gastenlijst ga werken. Dus de meiden die bij de lessen komen, die kunnen ook op een iPadje hun e-mailadres achterlaten, en hun naam. Dan staan ze op de gastenlijst voor het weekend. Hoe meer vrouwen, hoe meer mannen dat ook weer trekt. En je binnen één in één is twee. Dus ik ben dat gaan pitchen. En zij hadden zoiets van: nou prima, ga maar proberen. Dus ik heb een promo video opgenomen. Iedereen opgetrommeld. We lagen letterlijk nog gewoon in de alcoholplekken. Want ik dweilde helemaal verder. Zeg maar, ik liet de schoonmaak bij de club. Nou, dat heb ik nu wel geleerd. Dat moet je nooit. Zeg maar, het, het is staat zo haaks op elkaar wat je doet. Een nachtclub of een workout. Dus we lagen echt nog in in die plakaten. <laughs> uh, ja, echt heel erg. En dan had, dacht ik ook, ja, ik ga niet 25 matjes meenemen. Dat gaat niet om een scooter. Dus mensen deelden gewoon met twee of drie mensen één matje. Dus je kon zeg maar net je haar vastje leggen en de rest lag gewoon op de grond. Nou, promovideo opgenomen. Uh, ik ging naar Bali. Ook weer echt zo heel random, maar ik ging naar Bali drie weken. En ik had het op, op het uh, fitnessplatform gezet. Nogmaals, ik had toen ook... Volgens mij had ik zelfs toen niet eens een website, toen het Club werd. Ik deed alles via social media en dat uh, platform. Uh -huh. En twee dagen voordat ik terugging naar Nederland, ging ik kijken bij de aanmeldingen. Want ik dacht, ja, dat moet langzaam opbouwen, zoiets. En Zonden echt gewoon 200 zoveel mensen per uur op de wachtlijst. En ik deed dan drie lessen per avond. Dus ik begon echt met negen lesjes. Dus maandag, drie, dinsdag, woensdag. En mega veel mensen op de wachtlijst. Nou, dus ik wist echt niet wat, wat me overkwam. En toen kwam ik terug naar nou, die lessen gaan doen. En dat werd natuurlijk alleen maar meer en meer. Dus binnen twee maanden had ik twee meiden erbij aangenomen die ook les konden geven. Want ik dacht, ja, we moeten die avonden in ieder geval uitbreiden. Dus we begonnen echt om vier uur en dan de laatste was om negen uur haal me te goed. Ik weet niet exact mm. meer, maar um, toen een tweede locatie, tweede pop-up locatie er uh, uh, genomen. dus ook een nachtclub. En ik deed dat toen dus nog overal gratis. Dat dat kon toen nog. Ik kon dat nog pitchen als in. Zo van nou, de chivalen, je ook krijgt al allemaal chicks over de vloer. Ja. Dit wil je. En uh, dat hield op een gegeven moment natuurlijk op. Toen mensen een beetje doorkregen van: oké, okay, nou hier wordt als ik een heel snel rekensommetje doe, wordt hier best wel wat geld verdiend. <laughs> dat ging, ging niet heel lang goed, helaas. Um, nou, tweede club erbij. En toen um, zijn we eigenlijk uitgebreid naar het workout concept. Dus we doen vooral zeg maar billen, maar we hebben ook een apps en booty uh, workout concept mm -hmm. op uh, pop-up locaties. Dus Eigenlijk mm. locaties die niet zijn ingericht mm. om lessen te geven. Weet je nog ongeveer wat jij dan aan weet ik veel maand omzet of zo deed. Om, waar moet ik dan aan denken? Zo. Is dat tienduizenden? Is dat uh, is dat tonnen? Is dat? Ik heb geen idee. Nee, dat was geen tonnen. Ik denk dat we iets op uh, wat zou dat zijn? 30k per maand of ja, zo. Ja, zoiets. Maar je moet beseffen dat ik geen team had. Dus ik deed dat met trainers. Dus en dat waren. En in? Ja, dat waren zzp'ers ja. nog steeds. Ja. Dus dat was dat, Ik was heel lekker aan het, het zien. Precies. Het en op een modelletje. gegeven moment kwam daar natuurlijk wel bij. van... Nou, je moet toch wel huur gaan betalen. Yeah. dat begrijp ik. Ja, dat knakt wel even het businessmodel natuurlijk. Ja, um, en ik wist al heel snel. Kijk, die huur is, is vaak in die clubs relatief duur. Want je betaalt, ik betaal de meeste clubs een uurprijs. Ik kan het nu al zeggen, want nu is het niet echt met mijn main, uh, main uh, business. Een uurprijs, maar als je dat berekent, als je twaalf lessen per week geeft in een club. Want je kan alleen op maandag dingen doen en je betaalt 4k per maand huur, mm. dan is dat relatief natuurlijk heel veel. Ja. Dus, dan komt een eigen locatie in beeld? Nou, eigenlijk, ik dacht eigenlijk gelijk al van ja, dit hangt, ni dit hangt niet, het, het succes van het concept hangt niet aan die nachtclub. Het hangt ja. aan wat wij neerzetten, ja. wat voor trainers ik aanneem. Ja. hoe de workout eruit ziet, de hele echte vibe en de experience die mensen krijgen, dat is het. Dus ik ben toen. Um, heb ik met verschillende investeerders gezeten. Ik zou het samen gaan doen met een, um, met een vriendin van mij, die ik kende via het advocatenkantoor waar ik werkte. En wij wilden samen wilden wij een eigen Boeteklupplocatie op gaan zetten. En toen hebben wij met verschillende investeerders, zowel in de fitnessmarkt als daarbuiten, gezeten. Um, dat heeft me ook... Het zijn hele dure lessen ook geweest. Ik heb ook echt wel met hele grote partijen gezeten. Mijn businessplan gedeeld. Ik heb ze een NDA laten tekenen, maar... Er de en die hebben letterlijk dat gekopieerd. En ook dan nog trainers weggehaald. En uiteindelijk... Ja, dus dat was best wel een heftige periode. En toen kwam corona. En toen lag alles stil. Ja, niemand ging meer investeren. Dus toen zijn we daar ook weer op een hele ja, innovatieve manier mee omgaan. We zijn heel veel live workouts gaan geven. Ja. Um, dat werd ook heel groot uiteindelijk of heel groot dat werd relatief groot daar verdienden we niet heel veel aan maar het fijne wat mij heeft gered toen wat Boetie club heeft gered is dat we geen vaste huur hadden hm. dus al die ja. gyms en al die boutique ja. gyms ja die uh, ja. alles liep natuurlijk door ja. en bij ons niet ik hoefde alleen de trainer te betalen wanneer we een online workout gingen doen ja we Zijn merchandise gaan doen, we zijn eigenlijk allemaal andere dingen heb ik opgezet in die coronaperiode. Ook weer terug naar het Vondelpark of niet? Want buiten komen we wel natuurlijk. Ja, ook ja, ja, je, doet, ja, ja. je doet gewoon wat, ja. je, wat je moet doen en waar je nog wel een beetje geld uit kan trekken, ja. natuurlijk. Zeker en wanneer was de eerste locatie in feite? Want heb je dat uiteindelijk is toen? Want even het brugje naar Urban Gym Groep, ja. uh, zijn zij de partij geweest waarmee jij die stap hebt gezet naar eigen Zeker. locaties? Ja, maar vertel eens hoe dat is gegaan. Ja, Jordi Cole, uh, Jordi Kool, ik kende Marjolein, uh, ja. Jordi en Marjolein waren natuurlijk co-CEO van Urban Gym Group ja. uiteindelijk nadat um, de vorige CEO uh, eruit is gestapt. Mm -hmm. um, Marjolein heeft mij op een gegeven moment in coronatijd nog benaderd. Dat was dan, moet ik even goed zeggen, het is nu 2023, zitten we eind 2020 geweest. Ja. Zeg ik dat Midden in corona. Heel slecht, ja, want midden in corona. Ja. En de ze, we willen met de Urban Gym Group willen we een, een um, uh, eigenlijk een soort van moederbedrijf worden. Waar heel veel toffe labels onder vallen. Uh, zullen we een keer een koffie doen? Dus ik zei: Nou, prima, uiteraard. Dus ik zit met haar uh, uh, zitten. En zij is gewoon ja, zo'n enthousiaste, waanzinnige ondernemer natuurlijk. En ik had, ik had zo'n goede klik met haar, gelijk. Maar. Ik heb trouwens tot op de dag van vandaag nog nooit een businessplan gedeeld. Ik was gewoon heel terughoudend in informatie delen, want uh -huh. ik dacht ja, ik vertrouw jullie allemaal voor geen meter en je gaat straks met alles ervan door. Dus, uh -huh. um, maar goed, ik wist ook wel ergens um, dat ik had echt een financiële injectie nodig. We zaten nog in corona. Ik weet ook dat ik Beauty Club niet nog tien jaar ga doen. Uh -huh. um, en ik wist om te schalen en om te groeien moet ik ergens of de ver verkoop is nu of ik ga het echt nog zelf doen... en of ik zorg dat ik er een investeerder bij haal. Want het was wel, de deal is wel... je verkoopt je bedrijf volledig aan ons. Mm -hmm. Je krijgt aandelen in het grotere geheel. Dus ik, ik spreid mijn risico. Die onderhandelingsperiode heeft echt acht maanden geduurd uiteindelijk. Want dat ging, ja, weet je, het, het is heel erg... het is een verschil of je... Maar wat verkocht je eigenlijk, je klantenbase? Want waar zat de nee. waarde in van de Club? Is dat dan het IP of het, waar zit... Ja, IP, echt het concept... Mm. Ja, echt Ja, concept. en hoe belangrijk was jouw rol in die deal? Ik denk wel heel belangrijk, want ik zit natuurlijk nu ook in de directie van Urban Gym Group. Dus, hm. Ze zagen um, ook wel potentie in jou. Ja, en dat zeggen ze natuurlijk vaker: hè, van uh, als je. Uh, nee, als je, denken, als je verkeerd dan denkt, dan kun je denken: nou, het concept is kopieerbaar. Uh, jij, ja. jij ook. Uh, de, de Ja, nee, nee. In de essentie nee, 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 is ja. <laughs> maar is kutfoute opmerking. Maar je wat ik bedoelen, hè? Ik bedoel, ja, ja, 100%. procent. Uh, 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 en zij kennen die fitnesswereld. Ja. Dus ze kunnen ook gewoon een copycat neerzetten ja, en het zelf kan doen. Ja, maar je moet niet vergeten... En dat gebeurt natuurlijk nu heel vaak, hè? Ik heb heel veel copycats. Maar ik loop wel vier jaar voor. Ja. En zo'n concept neerzetten... Je kan niet zomaar in een club gaan staan en daar een workoutje kan geven. Gaan geven. Dat kan je doen. Mm. Maar dat, dat straalt totaal niet hetzelfde uit als wat wij al mm. hadden staan. Mm. En... Um, ja, het is echt het concept, het IP-recht natuurlijk. En klantenbeest ook? ook. Uh, klantenbeest, maar ik deed natuurlijk heel veel via platforms. Ja, okay. Dus dat was ook nog, zeg maar, ja. discutabel. Ja, um, ja en ikzelf eigenlijk. Ja.